duizend initiatieven tegen voedselverspilling, maar er is niemand die zich druk maakt om bloembollen die worden weggegooid. Sophie en Frank Berbé leveren bloembakken met restbollen die anders weggegooid worden. Ze hebben de bloembakkenservice opgezet om verspilling van bollen tegen te gaan. Door weersinvloeden of strenge exporteisen of schommelingen in vraag en aanbod wordt er ieder jaar 14 keer de keukenhof weggegooid. Nou, dat is natuurlijk enorm. En dat het dan uiteindelijk weggegooid wordt en niet eens een kunstje kan laten zien, dat is natuurlijk enorm zonde. Ja, wij hopen daar een oplossing voor te vinden middels onze bloembakkenservice. Ja, deze zijn eigenlijk alweer uitgebloeid in onze ogen. We hebben nu weer nieuwe bakken bij de klanten neergezet. En we planten de bakken in meerdere lagen, zodat je eigenlijk een hele lange bloeiperiode hebt. Dus ja, we zeggen wel eens een jaar lang kleur voor de deur. Wij gaan nu onze zomerbakken planten. Dat doen we ook weer in verschillende lagen. Onderop komen de Santa Desia's en daarbovenop de begonia's. We planten er nu roze Santa Desia's in. Er komt straks een explosie aan bloemen uit. Nog een klein beetje grond eroverheen. En als we ze wegbrengen, zetten we nog wat stukswerk tussendoor. Want dan hebben ze meteen kleur. Wij hopen dat we een grote rol kunnen spelen in het terugbrengen van verspilling in de bloembollenteelt. En elke kweker gooit misschien wat bollen weg, maar dat we dan straks dat tot een minimum kunnen beperken met onze bloembakkenservice. Dat zou hartstikke mooi zijn. Dat we de straten een beetje in bloei kunnen gaan zetten. En als de toeristen hier door de straten lopen, dat ze dan denken van wauw, ik ben hier in Noord-Holland en het is hier prachtig.